Alsjeblieft. Elke zaterdagochtend ga ik naar de markt. En dan aanbid ik God. Nu ziet u zich misschien, mij misschien voor zingend, misschien fluitend op de markt. Of u denkt, is dit nou een moment om over marktevangelisatie te beginnen? Maar eigenlijk wat ik nu zeg gaat precies over wat we tot nu toe gedaan hebben. Wat we gezongen hebben, Psalm 104 die we gehoord hebben. Want als ik die woorden hoor en in me opneem, dan kan ik echt onder de indruk komen en me verwonderen over God die schept, die redt. Maar ik voel tegelijk ook echt best wel veel pijn en frustratie als je ziet hoe de wereld er nu uitziet. En als je denkt aan de milieuproblematiek, de klimaatproblematiek, het zoveel onrecht wat ermee samenhangt, zoveel lijden wat er is, dan kan ik me ook echt heel onmachtig voelen. Want het is ook allemaal zo complex en zo groot. Net als denk ik veel van jullie ben ik opgegroeid met de rentmeestermissie. Draag zorg voor de schepping. We hebben hem vanochtend ook alweer een aantal keer gehoord. God heeft de mens aangesteld om voor de schepping te zorgen. En ik heb daarin ook best een hele goede basis meegekregen vanuit huis. Dus ik leefde best wel milieubewust. Ben ik een aantal jaren geleden ook wel weer wat bewuster mee bezig gegaan. En als ik nu terugkijk naar zeg maar tussen nu en 3 jaar geleden of zo, dan is er best wel veel veranderd in mijn leven. We scheiden niet alleen het afval, maar we produceren gewoon eigenlijk heel veel minder afval. We eten bijna geen vlees meer. Ik heb deze zomer eindelijk niet echt een strijd met mijn tuin gehad, maar ik heb er echt van genoten. Ik had ook zeg maar geen onkruid, maar heel veel spontane planten. En juist als het dan een beetje rommeliger mag, heb je egels, vogels, bijen, heel veel bloei eigenlijk. We kopen eigenlijk ook bijna niks nieuw meer. Als we nieuwe kleren of nieuwe spullen echt nodig hebben, dan is het er vaak ook wel tweedehands. En daarom merk ik eigenlijk ook van juist het steeds meer erachter komen wat genoeg is en wat rijk zijn door genoeg hebben is, maakt mijn leven nu heel, heel vol. En dat ik dat nu kan zeggen, dat komt eigenlijk door eigenlijk ook best wel een perspectiefverandering. En samengevat komt erop neer dat ik gewoon echt opnieuw ontdekt heb wat het betekent wat we eigenlijk elke zondag horen aan het begin van de dienst. God laat niet los wat zijn hand begon. God heeft die schepping gemaakt, maar hij blijft verbonden met ons en met die schepping. En hij heeft die schepping zo gemaakt, zoveel van zichzelf daarin gelegd, dat we hem ook elke keer weer daarin mogen ontmoeten. Dus zorgen voor de schepping is ook niet een aparte opdracht, iets wat God naar de mensen gedelegeerd heeft. Maar het is een kans om elke keer weer opnieuw God daarin te ontmoeten en hem te aanbidden. En dat maakt het dus ook in die zin minder onmogelijk. Het is niet een soort onmogelijke missie om deze wereld te redden. Ik red de wereld niet als ik biologisch eet of als ik op de fiets naar de kerk ga. Maar het is wel mijn manier om uitdrukking te geven aan het geloof dat God deze wereld redt, vasthoudt, herstelt. En daarin ook ons een plek geeft. Dus dat maakt het ook niet in die zin wel makkelijker of vreugdevoller in elk geval, maar niet per se vrijblijvender. Het is echt onderdeel van mijn verlost zijn, van het bij God horen. En dat is ook niet iets wat ik af en toe doe op het moment dat het uitkomt. Dus ook dit zorgen voor de schepping is echt onderdeel van mijn leven. En daarom zeg ik ook, als ik naar de markt ga en daar met mijn eigen tasjes groente haal, precies genoeg voor de hele week, dan aanbid ik God. Als ik daarna naar de supermarkt ga, daar keuzes maak, dan aanbid ik God. In alles wat ik niet koop, laat ik zien hoe afhankelijk ik ben van God. Ervaar ik dat ook en dat hij voor ons zorgt. En dat ik dat hier nu alles sta te vertellen, dat is natuurlijk niet omdat ik het nu heel erg goed doe. En wat ik wil vertellen is eigenlijk ook vooral hoe ik ermee bezig ben. Maar dat betekent niet dat de keuzes in de supermarkt of het veranderen van dingen in je leven nou vervolgens ook echt heel makkelijk zijn. Want het is ook super complex hoe alles in elkaar zit.
Ik heb zelf heel veel inspiratie haal ik uit gewoon online. Dus uit websites of blogs of Facebookgroepen. Mensen die ik inspirerend vind. Maar ja, ik weet dat ook in de Bethelkerk heel veel mensen ermee bezig zijn. En het lijkt mij ook echt heel leuk om ook daarin meer elkaar te gaan inspireren en helpen misschien. Dus mocht je er nou ook mee bezig zijn, of misschien na deze dienst meer willen, dan zou ik zeggen, spreek me aan zometeen na de dienst, of ook later online kan ook, of een andere dienst. Maar laten we kijken of we ook op die manier met elkaar kunnen inspireren, van elkaar kunnen leren. En het ook echt zo met elkaar verder kunnen brengen. Bedankt. Dankjewel, Jorien. Psalm 104. Het gaat over de grootheid van God. Prijs de Heer, mijn ziel. Aanbidden. Het staat er wel een beetje apart, hè? Ik weet niet of het jou opgevallen is. Prijs de Heer, mijn ziel. Mijn ziel, ja, dat ben ik zelf. Dus de dichter die praat tegen zichzelf. Hij roept zichzelf op om God in beeld te hebben. En dat lijkt me helemaal niet verkeerd. Want ik weet niet hoe het bij jou is. Maar mijn leven wordt heel snel door van alles en nog wat gevuld. Heb jij God in beeld? Ik denk dat dat bewuste actie vraagt. Bijvoorbeeld door naar de kerk te komen vandaag of mee te kijken via internet. Een bewuste keus. En als je hier dan bent of meekijkt, dan gaat het er natuurlijk wel om dat je niet hier alleen maar aanwezig bent, maar dat je ook werkelijk meedoet. Ik ben ervan overtuigd dat als je God echt in beeld hebt, dat er wat gebeurt. De hele dienst is gevuld met liederen die daar op de een of andere manier iets van zeggen. Hoe luister je ernaar? Hoe laat je jezelf meenemen in die woorden? Stil, mijn ziel. Stil. Stil nou toch. Ophouden met die onrust. Luisteren. Even de andere dingen op zwart. Even God. Helemaal centraal. God die alles gemaakt heeft. Dat eindeloze heelal, die geweldige bergen, die vogels, die vlinders. Ja, ik heb een fascinatie voor vlinders. Dat heb je misschien wel eens een keer gemerkt. Zo ongelooflijk knap hoe dat helemaal in elkaar zit. Fantastisch. Ik kan niet geloven dat zomaar spontaan is ontstaan. Ik zie daarin de creativiteit van mijn schepper. En als ik ze zie fladderen, dan beweegt er ook iets in mij. Mijn God, hoe groot bent u? Prijs de Heer, mijn ziel. Ja, wat is dat eigenlijk, prijzen? Nou, ik denk dat je dat best wel weet. Ik denk dat jij echt wel een sporter hebt die je bewondert. Als iemand op een bijzondere manier scoort, of een prachtige oefening doet, of gewoon de wedstrijd wint, ja, dan heeft iedereen het erover. Fantastisch hoe die dat heeft gedaan. Geweldig. Dat komt in het nieuws. Dat wordt geprezen. Nou, in Psalm 104... wordt God geprezen om de geweldige dingen die hij heeft gedaan. En dan wordt in oude beelden van ver voor de jaartelling
iets van die God geschilderd. Beelden die te maken hebben met Oud-Oosterse voorstellingen bij de volken rondom Israël. Maar ook gewoon heel concrete beelden van dicht bij huis. Ik weet niet of jij het gehoord hebt in die tekst, maar er wordt verteld in Psalm 104 over een vader die een tentdak uitspant voor zijn gezin en op die manier woonruimte creëert. Een plek om te zijn. Zo is God. Je ziet een bouwvakker die balken bevestigt voor het plafond. Een geweldig mooi kunstwerk. Je ziet een veldheer die commando's geeft. In dit geval commando's tegen de wateren. De wateren, de zee, de oervloed. In de Bijbel en bij de volken rondom de Bijbel zijn dat machten die het leven van de mens bedreigen. De veldheer geeft commando's, bevrijdend. Deze veldheer beschermt het leven. En je ziet een landschapsarchitect die het water van bronnen via beken en rivieren kunstig laat komen waar het moet zijn. Om het land te bevloeien en vruchtbaar te maken. Je ziet een vader die goederen en voedsel uitdeelt aan zijn kinderen. Een vader die met liefde zorgt. Zo is God. Stil, mijn ziel. Sst, stil nou. Laat dat werk van God op je inwerken en prijs hem. En dan staat er in vers 24, alles hebt u met wijsheid gemaakt. Vol van uw schepselen is de aarde. Niet overheen lezen, hè? Dat woordje uw is belangrijk. Uw schepselen. Het is van hem. Hij heeft het gemaakt. Gods wereld. Gods schepselen. Ik denk dat de meesten van ons dat wel weten. Maar laat wat we weten ons leven ook werkelijk beïnvloeden. Het is niet van mij. Dat fijne huis niet. Dat kapitaal op de bank of waar dan ook niet. Of vul maar in, alles wat je hebt, wat je bent, het is van de Heer. We hebben als leefregel ook Leviticus 25 gelezen. Eens in de 7 jaar wordt wat de aarde voortbrengt, het bezit, gedeeld. Met vreemdelingen, armen, met mensen die niets hebben, maar wel wat nodig hebben van jou. Omdat zij het niet hebben en jij wel. En denk niet dat het alleen maar eens in de 7 jaar is, dat is gewoon praktisch. Maar het is natuurlijk een les, het is een training. Want de Heer wil ons een houding bijbrengen. Delen. Ik heb het je gegeven. Het is niet voor jou alleen. Dat is Sabbat. Gods grenzen gaan zien. En dat is iets heel anders dan je buurman kritiseren omdat hij op zondag de auto wassen. Want eigenlijk is dat heel triest. Als mensen elkaar met regels uit de Bijbel om de oren slaan. En zeker als ze zelf niet doen wat de bedoeling is. De Sabbat is er om ruimte te maken voor je medemens en de schepping. Om met hen te delen wat God geeft. Heel concreet, de oogst van gewas en arbeid, om het maar in de termen van dankdag te zeggen. En mooi dat we dat een beetje doen
door die 150 gezinnen van de voedselbank erbij te betrekken vandaag en afgelopen week. In Psalm 147 vers 9 horen we iets bijzonders. Dat heeft ermee te maken dat God voor heel zijn schepping zorgt. In het materiaal van het Micha-jaar wordt daarop gewezen. God heeft een verbond, niet alleen met mensen. Je kunt het in Genesis 9 bijvoorbeeld lezen. Er is ook een verbond met de dieren. En dat laatste blijkt in allerlei trekjes. In Psalm 104 die jonge leeuwen die God roepen om voedsel. En in Psalm 147 vers 9... staat iets dergelijks. God geeft voedsel aan de dieren. En daar vervolgt dat in het tweede deel van het vers. God geeft voedsel aan de roepende jongen van de raaf. De stap wordt dus gemaakt van de dieren in het algemeen naar de jongen van die raaf. De raaf. Heb je daar een beeld bij? Het beeld van de Jood is nog weer heel anders. Een onrein dier dat aas eet. Zwart. Symbool voor onheil. Zo'n beest zie je liever niet. Maar ook de dieren die wij liever niet zien, ziet God wel. En hij heeft ze een plek gegeven op zijn wereld. God luistert naar het gekras, naar het geschreeuw van jonge raven. Ze hebben een plek in Gods hart. En hij luistert ook naar het uilskuiken. En hij heeft de beesten die ons onwelgevallig zijn ook in beeld. Ja, natuurlijk, we moeten er wat mee aan. We moeten de boel reguleren. We moeten grenzen stellen. Ook aan onkruid en aan plaagdieren, alleen op welke manier? Jorien vertelde iets van het feest van haar tuin. Ik moet denken aan een oude broeder uit onze gemeente. Die deed werkelijk geen vlieg kwaad. Natuurlijk, je mag dieren best doden om ze op te eten. Maar onnodig een dier doden, zelfs geen vlieg, zelfs geen mier. Eerbied voor de schepper. We kunnen er nog een hele klus aan hebben. En ik denk dat ieder daar ook weer zijn eigen gang in gaat, maar het is wel heel mooi om vanuit het geloof, vanuit de eerbied voor God, te zien hoe iemand er werk van maakt. Hoe het de houding, het hele leven aanraakt. In zijn wereld heeft God de mens een heel belangrijke plek gegeven. Dat zie je ook in Psalm 104. Hij zal brood winnen uit de aarde door gewassen te verbouwen, voedsel door vee te verzorgen. En de Heer leert de mens zijn plek. Menslief, je moet ook van ophouden weten. Je kunt niet grenzeloos je gang gaan. En natuurlijk is het moeilijk om die Bijbelse aanwijzingen concreet toe te passen. En we zijn er altijd zo sterk in om anderen de les te lezen en te weten voor de ander. In de afgelopen weken zijn de nodige politici met het grootste gemak afgeserveerd. Politici die we als samenleving uiteindelijk zelf hebben gekozen. Politici die in de regel echt wel hun best doen. Maar die ook te maken hebben met de erfenis van voorgangers. En een ingewikkeld ambtelijk apparaat. En een samenleving die zo ingewikkeld is dat je echt niet met een paar simpele oplossingen alle problemen van tafel hebt. Natuurlijk, de politiek moet doen wat de politiek heeft te doen. Maar het allerbelangrijkste, dat is dat wij als samenleving
er de schouders onder zetten. Dat jij jouw verantwoordelijkheid gaat nemen, meer en meer. En niet te veel kijken naar anderen. Niet gaan zitten wachten tot een ander iets doet. Nee, wij kunnen de problemen van het klimaat en noem maar op niet oplossen. Wij kunnen de wereld niet redden. We kunnen wel stil worden bij de Heer. Hem aanbidden. En daarom heel bewust gaan leven. En weet je, dat is zo mooi. Bewust leven. Gewoon even wat langer doordenken. Over je vakantiebestemming. Over de aankopen die je wil doen. Nee, nogmaals, het gaat er niet om dat je niks meer mag. Tuurlijk niet. Het gaat om bewuster leven. En zo meer genieten. Niet alles maar naar binnen schrokken. Maar een fijnproever worden. Een fijnproever. Die proeft wat de Schepper geeft. Ik wil eindigen met een mooi voorbeeld uit ons midden. Hebben jullie allemaal het 8-uur-journaal gezien van gisteren? Je kunt even terugkijken. Er was een gemeentelid in beeld. Joost en Linette Straat. Even kijken. Zijn jullie er? Present. Ik denk dat je ook straks wel even achteraan bij Jorien... Een duurzaam huis, een nieuw huis gebouwd in Veenendaal-Oost, met een uitdaging. Een huis zonder verwarming. Compleet zonder verwarming. Hoe je dat doet, moet je maar bij Joost navragen. Maar er kan zoveel meer dan je denkt. En wat mooi als christenen hun geloof en hun aanbidden van God ook concreet vormgeven in de dingen die ze kunnen. De mogelijkheden die God geeft. Niet het onmogelijke, maar wat mogelijk is. Niet als een amechtige klimaatactivist, maar als iemand met een blij en vrolijk hart die de gever van al dat moois eert. Niet alleen met mooie klanken, maar ook met een leven. Heel concreet. In de stappen die wij kunnen doen. Leven met aandacht is zoveel mooier. God zien. Stil, mijn ziel. Wees stil. Zie het doel van zijn schepping. Weet van Jezus die alles nieuw aan het maken is. Weet dat we op weg zijn naar een nieuwe wereld. Weet van liefde ongekend. Dus ook genade voor jezelf. En je klimaatfouten. En al die anderen. Ruimte om te vallen en weer op te staan. Ruimte ook voor andere mensen die net als jij zo ontzettend veel genade nodig hebben. Zo zijn we onderweg naar die nieuwe toekomst. Zo volgen we hem. Amen.